Mijn naam is Cas en ik ben onlangs vader geworden van mijn zoon Jax. In deze serie ga ik op bezoek bij jonge vaders om te kijken hoe zij omgaan met het vaderschap. De moderne vader zorgt niet alleen voor brood op de plank, maar hij verschoont ook luiers. Hoe combineer je een druk bestaan met family time en blijf je zowel mentaal als fysiek in shape? Samen komen we daarachter. Hoi iedereen. Wat ga je doen? Nou, een beetje zielig voor hem. Hij heeft nu buikkrampjes. Dus dit is echt de manier om hem stil te krijgen, want anders huilt hij gewoon heel veel. We hebben hem nu extra formula gegeven, of hoe noemen ze dat? Ja, formula. Gewoon Nutrilon, omdat we gisteren maakte ik gewoon niet genoeg melk aan en hij bleef hongerig. Ja. En ik had gewoon niks meer in mijn borst zitten. Ja, want het is niet dat je te weinig produceert. Het is gewoon echt dat hij veel te veel eet eigenlijk. Ja, gisteren had hij gewoon, inderdaad. Hij had gewoon elke uur, anderhalf uur had hij behoefte. En ik maakte gewoon niet snel genoeg aan meer. En wat er nu dus aan de hand is, is dat we gisteren voor het eerst die voeding hebben gegeven. Dat hij nu al bijna een halve dag niet gepoept heeft. En dat is voor hem echt niet normaal. Dus we proberen hem op deze manier een beetje van die buikkampjes af te helpen. En hopelijk dat hij straks wel gaat schijten. Ja. Had niet verwacht dat ik dat zou zeggen. Maar van 10 poepluiers per dag naar alsjeblieft produceer er eentje. Ja. Een beetje zielig. Ja, want hij heeft vannacht nog 1 poepluier gehad. En het is nu 5 of 6 uur 's avonds. En in die tussentijd helemaal niet meer. Ja, een steeds een flekje maar niet wat hij normaal produceert. En hij heeft dus vandaag en vannacht trouwens, hij heeft dus echt maar 1 keer die Nutrilon gehad. Want de hele nacht en de hele vandaag heb hij echt gewoon alleen maar weer borstvoeding gehad. Wat in principe laxerend werkt, maar blijkbaar is die Nutrilon zo heftig op zijn buikje. Het werkt dus tegenovergesteld. Even laten zien hoe die erbij had. Nee, moet je nou niet net gaan huilen als mama je filmt. Het ging net goed. Ja, want hij zat dus net de hele tijd te krijsen. Of tenminste de hele tijd, want vanochtend hadden we het probleem dat hij echt bleef huilen. Dus toen dacht ik, nou, ik probeer het, maar je weet nooit. En het lijkt te helpen. Dus net ook weer ging hij huilen en pakte hem op. En toen ging het beter. Even over zijn rugje wrijven. Dat werkt ook. Beetje kloppen. Een beetje de Superman houding. Ja. Nou, zo doe je dat dus. Ja? Tegen de krampjes. Misschien kunnen we het eruit kloppen. Oh, weet je wat misschien helpt? Die thermometer. Ja. We moesten altijd in het begin van, of tenminste toen hier, in de eerste twee weken, ja, of eerste week, ja. Moesten we zijn temperatuur bijhouden of hij wel stabiel bleef. Dus elke keer als hij dan een schone luier krijgt, moest je even die temperatuur. Elke keer als ik dat deed, ging ze luier verschoten. En bam, schoot er weer. Misschien scheet hij dat hele ding onder en zijn hand af en toe. Wat helemaal vies was, dus aan het begin. Dan hebben ze een soort van teerachtige poep. Ja, meconium heet dat. En als hij dan poept, terwijl hij geen luier aan heeft, blaast hij gewoon bellen met een soort van zwarte teer. Dus dan hoor je zo. Pff, en dan zie je gewoon een. Die bel blijft gewoon kouder staan. Dag lieve kijkbuiskinderen, we gaan vandaag naar trainer opa. Hele goede morgen, gabbertjes van me, volgers, vrienden, toppertjes. Wordt er nog getraind of wordt er helemaal niks meer gedaan? Want ik hoor helemaal niks meer over trainen. Nou, we hebben een poetsen, jongen. Hey. Echt superleuk, ik kijk er al een tijdje naar uit. Hij heeft echt al, denk ik, een maandje of 2 geleden aan mij gevraagd of we een keer samenwerking kunnen doen. Maar het zat er toen even niet in, we zaten in een verhuizing en toen werd Jax geboren. Maar nu de eerste kans die ik had, toch erg leuk om met opa even een keertje de gym in te gaan. Dus we rijden nu naar Almere, de compound gym. En dan gaan we even kijken hoe het er daar aan toe gaat. Ik ben benieuwd of hij zijn tompoes heeft klaarstaan. Want dat is volgens mij zijn handelsmerk een beetje geworden. Ik heb mijn pre-workout thuis gelaten. We gaan lekker aan de suikerbommen. Dus let's go! Jongens, goedemorgen. Ik heb weer helemaal niet geslapen. Die kleine heeft me weer wakker gehouden. Daarom doen we een koffietje bij trainer opa.
En die is in een mum van tijd echt ontploft. Zit bijna op de 10.000 volgers in 4 maanden, geloof ik. Wordt overal herkend, hier in de supermarkt ook. Ja. Je kan niet eens meer pissen op Gersonisch, zoals jij. Ja, gelachen man. Ja, superleuk. Vertel eens even, hoe ben je op het idee gekomen om te beginnen? Nou, we waren hier, dus 4 maanden geleden waren we hier lekker aan het trainen, aan het benchen. En er was een politieagent, Rob heet hij, die wou bank drukken. En ik zou hem dan even helpen en hij doet het 6, 5 keer. Dat ging niet meer en ik hielp hem en ik zet hem terug en hij pakt hem er gelijk weer uit. Ik kreeg die stang bijna in zijn keel. Ja, en dat hebben we op Instagram gezet en dat knalde wel. Dat ging goed. Ja, zodoende heb Stan heb het een beetje doorgedrukt. Van je moet dit en je moet dat en je moet zus, je moet zo. En Stan is eigenlijk een beetje je rechterhand. Ja, Stan is mijn rechterhand. Want ik ben niet zo handig in telefoons en computers, dus precies. Geweldig. Ik vind het leuk en ook om jongeren aan te sturen om naar de sportschool te gaan. Ook dikkere mensen, weet je, dikkere mensen blijven altijd, maar op die drempel is te hoog. Ze zijn lid en dan zijn ze slapend lid, want ze komen niet. Nee, precies. Ja, die mensen, dan ga ik naar die mensen toe en dan maak ik een babbeltje en dat vinden ze leuk. Dat is het. Zeg ik. Je hoeft het niet voor mij te doen, je doet het voor jezelf. Dat is het. Weet je wel? Want zo is het. Die toegankelijkheid die heb je heel erg. Ik denk dat je heel benaderbaar bent voor veel mensen. Ja, ik praat wel iedereen. Ook al als iemand met een rotkop binnenkomt. Precies. Ik ben net binnengekomen. Even een visie uitgooien. Even een visie uitgooien. Wat is het voor gozer, toch? Ja. Dat is toch leuk, man? Een beetje mensen kennen en leren kennen. Ja, super. De eerste keer dat ik je zag, volgens mij het kliko-dieet voorbij komen. Ja. Beschrijf eens echt een goed kliko-dieet voor mensen. Wat moet ik nou doen om een kliko-dieet te volgen? Ja, dan tompoes of niet? Ja, 1 tompoes is 270 calorieën. Zo, hoppa. Als je er 5 op eet, heb je 1350 calorieën naar binnen. Ja. Een uur voor je trainen. Dan ga je de gewichten door het dak. Zo. Ja, maar of het nou echt heel goed is, dat weet ik. Er zit natuurlijk een zootje suiker in. Sowieso, ik vind het echt tof om hier te zijn. We zijn in Almere bij Compound Gym. Ja. En we zijn na slijt hier binnen, dus we kunnen lekker van de gewichten gebruik maken. En zonder dat er mensen op de achtergrond zitten. Ja. En dan kunnen we gewoon een goede sessie ervan maken, man. Ja, we gaan nog heel even die tompoes soldaat maken, denk ik. Ja. En dan gaan we die gewichten hangen. Ja, top. Hartstikke leuk. Helemaal goed. Boom, boom. Dat ik er mag zijn, opa. Ja. Hoppa. Proost. Kijk jongens, deze apparaten, dat is allemaal high-tech. Ik ben als... Nu wordt het geschoold. Oh ja, dan gaan we weer. Nu wordt het geschoold door opa. Ik zeg tegen opa, doe even een rustige benentraining. Ik wil even vertellen dat hij een beetje last van zijn lies had. Verrekte lies, zei je? Afgescheurde pees. En vervolgens... zitten we op 200 kilo. Nou, dat... Ja, Mie kan niet stuk, toch? Ja. Nou, we zijn hier natuurlijk wel voor de papa-vlog. Ja. En dat betekent dat ik advies van je nodig heb. Want advies. Ik ben nu 3 weken vader. Heb jij een gouden tip voor mij? Een gouden tip voor jou? Want je hebt nu een zoon, die is 30 jaar. Die is toch 30 jaar geworden al. Ja, dus, klopt. Dat is al heel wat. Ja, nou, wees blij dat je geen dochter hebt. Ja? Dan doe je geen oog dicht straks als ze 16 zijn, want dan gaan ze op stap. Dat is... Nee, dan doe jij geen oog dicht meer hoor. Dat is verschrikkelijk. Gewoon uitleggen, als je dat doet, dan gebeurt er dat en dat en dat met je. Mm-hmm. Net zoals bijvoorbeeld allerlei dingen die in de wereld slecht zijn voor je, dus bijvoorbeeld drugs en zo. Ja. Dan kan je wel anders. Ze gaan het toch stiekem proberen. Mm-hmm. Mijn zoon ging ook blowen, ging ook een pilletje nemen. Mm-hmm. Daar was ik niet blij mee. Maar hoe reageer je daarop? Hoe was het voor jou? Hoe reageer ik erop? Tuurlijk ben je bezorgd, je bent boos. Ja. Want je weet door de mensen er dus in kunnen blijven hangen. Ja, precies. Hè? Dan wordt het niks. Maar als je goed thuis de voorlichting geeft, en dat ze altijd naar je toe moeten komen als ze iets verkeerd moeten, iets verkeerds gedaan hebben. Precies. Dus ik heb 2 pillen genomen en dit, ik voel me toch niet zo goed. Tuurlijk ben je boos. Ja. Maar als je boos wordt, heel erg boos, lopen ze weg bij je. Dan komen ze niet meer terug. Nee, want als je een klein hondje trapt en je roept hem, komt hij niet meer. Nee, zo, dat moet je onthouden. Dus openheid, eerlijkheid. Ja, eerlijkheid en liefde. Liefde. Ja, dat moet je doen. Dat is nummer 1. Ja, dat is nummer 1. De wereld is heel hard, hè? Wat vond jij het moeilijkst van vaderschap? Dat ik niet altijd, kon hem niet altijd beschermen, want hij moet alleen naar school en hij moet alleen daar naartoe. Weet je, dan ben je op je werk en dan denk je, het zal toch wel goed gaan. Die bezorgdheid. Tuurlijk, dat hebben iedere ouders. Ja. Tuurlijk.
extra set houden. Hop, oké. Komt die aan hoor. Goed, kalleren. Hop. Oeh. Ja, zo kan je lang natuurlijk. Welkom man. Dus als je er helemaal doorheen zit, je hebt geen kracht meer over, gooi je er even eentje in en dan doe je het gewoon op een paar halen. Wat doe je? Ik vind het super leuk om met je getraind te hebben en ja, het is voor mij allemaal een beetje nieuw natuurlijk. Ja, ja, ik ben best wel open dit, open dat, maar open is ook wel eens een beetje verlegen hoor. Ja, tuurlijk. Maar dat hoort er toch ook bij. Ja, zeker, bedoel, zeker. Ja, ik bedoel, je bent 60 jaar bijna, ja, volgens mij hè? Over 2 weken. Over 2 weken. Gaat het gebeuren. Gaan we even een feestje vieren. Ja, dan ga ik vanuit de 50 naar de 60. Hoppa, nou, ja, nou, ja. Dat ken je niet. Ja, en dan kan je nagaan door de sommige mensen, die zijn 60. Ja, je hebt je eigen leven niet in de hand. Je kan een hoop zelf sturen, maar als je ziek wordt, dat is heel erg. Nee. Mensen gaan je jong dood, hebben kanker, dat is verschrikkelijk. Maar ja, nu kom ik in de groep van de 60, maar er zijn mensen die zitten al in een verzorgingshuis die 60 zijn. Maar dat is heel erg. Mensen zijn dementie, dat vind ik wel erg. Dus ik mag God zegenen, dat ik nog alles kan doen. Nee, maar ik raad altijd mensen aan die zeggen tegen mij, Cas, is het nou realistisch voor mij om nog mijn fitnessdoelen te behalen? En ik zeg, het maakt niet uit hoe dik, hoe oud, hoe je eruit ziet of wat voor je doel je hebt. Ga gewoon lekker trainen. Je gaat je zeker beter voelen. Je gaat er op je 60ste ga je er niet meer uitzien als iemand van 18. Nee, dat kan ik je garanderen. Maar betekent niet dat je niet lekker kan voelen, dat je niet lekker in je vel kan zitten. Ja. En dat is de hele boodschap. Ja, iedereen altijd zet voor jezelf realistische doelen en ga lekker trainen. Of het nou fitness is, of het nou voetbal, tennis, weet ik maar. Ga sporten. Lekker bewegen, want het is lekker, het is goed voor je hoofd. Het is goed, zeker weten, 100%. Ik heb wel eens dat ik bijvoorbeeld, weet je, dan lig ik 10 dagen in het ziekenhuis, dat ik mijn astma niet meer onder controle heb. Ja, ja, dan gebeurt er wel wat met je lichaam. Ja. Dan zal je op ontploffen. En dat komt allemaal met het hier. Ja, dat gaat wel vast. Je kan niet je eigen kwijt. En dan had ik astma, dan lag ik dan in het ziekenhuis, maar ik kon niks doen. Ja. En dan ging ik naar de badkamer, die had ik op slot, en ging ik push-ups doen. Opa. In het ziekenhuis gewoon. Ja, dat is niet goed natuurlijk. Maar ja, het zit in je kopie, weet je wel. Dat zulke rare dingen doe je dan gewoon. Nee, voor mij, ik ben een tijdje depressief geweest, omdat ik na het basketbal echt in een gat viel. Ja, dat is verschrikkelijk. En toen heeft mijn dokter gezegd, ik kan je pillen voorschrijven. Of je gaat nu gewoon de gym in en je gaat weer 7 dagen in de week keihard rennen. Dat moet je doen. En toen ben ik dat gaan doen en ik ben mijn dokter zo dankbaar geweest, want het was gelijk weg. Ik had geen gekke dingen meer in mijn hoofd, weet je wel, geen depressie meer. Ja, depressief is heel erg. Ik heb een periode gehad dat ik ook wel depressief ben geweest. Ja. Dat was toch wel heel erg. En je lacht erom, en toen de mensen zeggen, ik ben depressief. En dan zeg je, kijk, hij is depressief, die zijn allemaal aan de hand. Maar het zit echt in je kopje, hè? Je weet niet wat je eraan moet doen. Je denkt dat het een griepje is, dat het na 2 weken over is. Maar dat kan wel 1 jaar, 2 jaar duren. Mentale ziektes zijn geen grap. Nee, zijn geen grappen. Ik heb liever fysieke pijn. Ja. Dat je knie of je pijn hebt, dat het hier, want je weet niet hoe je eruit komt. Ja, klopt. En dus daarom raad ik iedereen aan, zit je niet zo lekker in vel, ga gewoon lekker die gym in. Ga gewoon lekker leuke sporten. Of het naar hardlopen is. Gooi je energie weg. Want we zijn, omdat we nu moderne mensen zijn, alles kan via de telefoon. Je kan de hele dag stilzitten als je wil. Maar dat verschrikkelijk. Dat betekent niet dat ons brein niet zo in elkaar zit, dat je af en toe gas moet geven. Je moet ook naar buiten. Ja, je kan niet binnen blijven zitten. Dat gaat niet. Dus, dat is gewoon, het zit niet in de aard van de mens. Absoluut, absoluut. Lekker bewegen, jongens. Ja, ik wil je bedanken, man, voor deze hele routine, voor de uitnodiging. En ik vind het zo leuk om je te ontmoeten. Ja. Ik volg je al een tijd. En die filmpjes zijn goud. En vooral het Clico-dieet ga ik nog een keer oppakken. Dan houden we het gezellig. Toppie, man. Opa, ja, ik vind het leuk, man. Vergeet niet, trainen opa op Instagram te volgen. Staat een link hieronder in de box. En duimpjes omhoog, zoals altijd. Bedankt weer voor het kijken. Zie jullie bij de volgende. Doei.